Nou, een chemicus die begint natuurlijk onmiddellijk weer met het periodiek systeem. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal nog gehad. Nou, dit zijn er een heel aantal. En overal waar een rondje in zit, deze chemische elementen, die zitten in de belangrijkste database van frictie. Frictie kun je eigenlijk met verschillende databases, en er zijn er de meest uitgebreide waar alles wat nog niet echt helemaal zeker is ook in zit, maar de basis die iedereen eigenlijk gebruikt, frictie.dat, is een database waarvan iedereen zegt, nou deze chemie, daarvan weten we zeker, deze waarden die zijn betrouwbaar genoeg, die heeft iedereen onderzocht, dit zijn de waarden, dat zijn voor onze zekerheidjes. Nou, die gebruiken wij dus natuurlijk voor de water. Dan zijn het deze elementen. Hou even goed in de gaten dat die chemie, we hebben het over elementen, en dat betekent dus, wij praten in frictie, praten we over S, gewoon sulfaat. We hebben het niet, of eigenlijk de zwavel zelf, dus niet de vorm waar het van de soort waar het aan gebonden is. Dit zijn puur de chemische elementen. Daarnaast, kennen ze naast die elementen, is een tweede belangrijke stap die freaks zien. Zo'n element is altijd weer verdeeld in één of meer of nul redox-staten. Sommige stofjes, zoals calcium, daar kennen we er eentje van, tweewaardig, hè? Dat hebben we allemaal wel eens gehad. Maar er zijn er ook vele die in meerdere vormen, nitraat kennen we in vierdere vormen, want we hebben nitraat, nitriet, ammonium en we hebben stikstofgas. Dan hebben we feitelijk de vier redox-staten. Dat was het aantal ionen of elektronen in de buitenste schil voor de middelbare school chemicus van ons. Dat is een belangrijk element. En daarnaast is de pH een zeer belangrijk element in de verdeling daarvan. Nou, die komt jullie wel weer bekend voor. En de temperatuur is daar een belangrijke voor. En om dat nou een beetje te geven, zijn deze plaatjes. Ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Dit geeft eigenlijk aan het stabiliteitsgebied van chemische verbindingen in een grafiek waar hier de pH staat en hier de pE. Nou, dat is een geweldig gebied dat loopt van 0 tot 14 en van min 15 tot 30. Kan je verzekeren waar wij met de waterbehandeling in zitten, is bijna altijd in dat groene gebied. Nou, dan zegt u natuurlijk, ja, dat is ook niet zo gek van spannend, want dan is alles hetzelfde. En daar geeft eigenlijk precies aan waar onze simpelheid is ontstaan. Wij zitten altijd in een zeer beperkt gebied en je kan bijna altijd wel volstaan met van nou, het is gewoon, dit is de stabiele fase. Alleen soms hebben we net weer iets zuurder water, net hebben we iets minder zuur water en soms hebben we anaeroop water. Want wat is deze lijn? Deze lijn is als het water volledig met zuurstof en er ook 100% zuurstof is verzadigd. En dit is als het eigenlijk het water bijna met waterstofgas is verzadigd. Dus daarom heb je deze grenzen daarvoor. Dus wij werken eigenlijk maar in een zeer beperkt chemisch gebied. Dus hetzelfde als je dit soort computerprogrammatuur gebruikt. Je zegt ik gebruik het meeste niet, dat zijn we allemaal gewend bij elkaar. We gebruiken het meeste van Word ook allemaal niet, maar we tikken er wel onze zinnetjes in. Wat zijn nou voor ons de meest belangrijke elementen in dit groene gebied die toch zeer aantrekkelijk zijn om freak daarvoor te gebruiken? Dat is eigenlijk heel simpel. De zuurbasenreactie. Kalkkoolzuurevenwicht. We doen overal een zuur bij. Oplosbaarheid van gassen. Zuurstof hebben we er eigenlijk altijd wel mee te maken. Hoe krijgen we dat erin? Hoeveel lost erop? Het neerslag van ontharding is een typisch calciumcarbonaat. Oplossen. Limestone filtration, warmefiltratie is een typisch oplossen daarvan. En allerlei modelkinetieken die vaak weer afhankelijk zijn van de gehaltes van een van deze elementen die in het water aanwezig zijn. Dat is dus onze main. Wat heeft dan de redox met het oplossen van calciumcarbonaat te maken? De redox heeft de oplossing met calciumcarbonaat te maken alleen als je anaeroop grondwater hebt. Normaal zitten wij, zoals ik zeg, zitten wij hier in een gebied en dan speelt de oplosbaarheid van calciumcarbonaat is niet redoxpotentiaal gebonden. Dat is geen redoxreactie. Maar die zit wel al een van die vele reacties die tegelijkertijd in dat water te plaatsvinden. Dus ook in anaeroop water, waar de redoxpotentiaal anders is, ligt het oplosbaarheidsproduct van calciumcarbonaat nog steeds hetzelfde. Alleen, het zou wel eens kunnen zijn dat andere ijzerverbindingen bijvoorbeeld dat carbonaat weer weghaalt, omdat die weer wel in de redox zit.
Dat is feitelijk dus de gecompliceerde mixture van in water. Natuurlijk water heb je altijd een geweldige hoeveelheid aantal verschillende stoffen. En wat doen wij dan elke keer? We zeggen nou, we nemen één stof, we doen net alsof alles hieruit bestaat en daar gaan we dan mee rekenen. Dat is de typische watertechnologie manier van denken. Om je enigszins een beeld te geven van de denkwijze van Frieke, is eigenlijk elke keer gaan we in twee stapjes, we gaan van een chemisch element, en ik gebruik hier als voor ijzer, wij meten in een analyse, meten wij het totaal aantal ijzer, in welke vorm dat aanwezig is, meten wij eigenlijk niet, we zetten daar de vlamspectrofotometer op en we zeggen, nou dit is de hoeveelheid ijzer. Die ijzer, die kent zich in normaal water, hè, want daar hebben we het over in water, we hebben het dus niet over gewoon staal of en er staat 0, maar in een opgeloste vorm tweewaardig of driewaardig ijzer. Dat hangt volledig af van het elektronengehalte, zou je het kunnen noemen, de PE-waarde, de redoxpotentiaal. Dus die bepaalt welke hoeveelheid, of het in tweewaardig of in driewaardige vorm beschikbaar is. En de tweede stap is, vervolgens gaat de pH dan nog zeggen in welke, meestal, hydroxides daar nog weer aan gebonden zijn. En dit was ook precies de twee assen die we net zagen, de PE-waarde en de pH-waarde. En die bepaalt wat op dat moment de stabiele fase is. Frieke gaat ook iets verder. Frieke zegt niet alleen van, nou we doen naar water. Nee, Frieke zegt, ik ken zowel solids als gassen ken ik ook. En het typische kenmerk daarvan, dat hij eigenlijk altijd met massabalansen werkt, dus de volledige massabalans. Je kan een gasfase definiëren en daar kun je uitwisseling tussen krijgen tussen de waterfase en de gasfase. Ik zal daar in deel 2 van de zal ik dat laten zien. De default settings van Frieke is gewoon, in principe ga ik eigenlijk altijd uit dat het water is. En als er een gas bij is, moet je het even zeggen dat er ook nog een gasdag is. En die solids die slaan eventueel neer. En daar zijn dit de hoeveelheden. Hij gaat, als je niks zegt, gaat hij er vanuit. Dus 10 mol solids zitten erin. En als je zegt van gas is er niks van zegt, dan zegt hij er zit 1 atmosfeer in. En zelfs als je water zegt, dat zullen we ook nog zien. Als je van water niks zegt, dan zegt hij, ah, ik zie het al, dat is puur water. Dat betekent, er is 1 kilogram water zit erin. Temperatuur 25, pH 7, pH 7. En met een dichtheid van 1 kilogram per liter. Alles wat er van afwijkt, moet je dat aangeven. Zullen we de begrenzing aan het water? Ik had vandaag met iemand van Shell daar een gesprek over verteld dat we dit deden. En ik zei, oh, dat is misschien wel leuk, want we hebben ergens een probleem met ethanol en weet ik wat, allerlei stoffen. En dit gaat over aquatic chemistry. Maar is er een begrenzing aan dat er minimaal zoveel water in moet zitten? Van 90% moet water zijn? Of? Nou, ongetwijfeld, want dat. Het is een waterbasis, maar ja. 90% water, dat is al geen water bijna meer. Maar, nee, vaste stoffen. Nee, de essentie is, de evenwichtsconstanten zijn in waterige oplossingen. Ja, precies. Dat is altijd waterige oplossingen. Waterige oplossingen en ionpaarbinding kun je iets verder gaan tot zeewater en ingedikt zeewater. Daar moet je... Nee, omdat ik hier zag met dat faseoverzicht, met de solids erbij, denk ik, hey. Dan heb ik het over de neerslag van calciumcarbonaat. De neerslag die interact. Wat lost erop in het waterfase? We hebben een solid en er zit een evenwicht dat er ook een opgeloste fase aanwezig kan zijn. Dus je moet weer van die waterfase uit gaan. Daarom is dat de basis. Bier heeft al meer water dan 90%. Bier heeft al meer water dan 90%. Echte freaks, die praten ook freaks. En daarin zijn er een paar termen die daarvan belangrijk zijn. Freaks die praten niet meer over milligrammen per liter, want dat is niet zo'n handige maat. Die zeggen van nee, we hebben het over kilogrammen of we hebben het over mol per kilogram. En waarom is dat zo? Omdat die kilogram is veel handiger voor de massabalans. En dan heb ik het over 1 kilogram water. Want in een reactie ontstaat water, wordt water verbruikt, met een andere temperatuur is die water een andere dichtheid. Massa's, ja, de wet van behoud van ellende of massa, is veel handiger om dat op die manier uit te rekenen. En een watertechnoloog die zegt gewoon 1 millimol per kilogram water is 1 millimol per liter.
Maar in essentie, de rekenkunde die werkt in mol per kilogram. En dus ook de hoeveelheid is in principe niet in milligrammen, maar in mollen of in millimolen. En dan kom je dus tot dit soort concentraties. Voor chemisch evenwicht heb je er nog een tweede element bij. En dat is, in chemische evenwichten reken je niet met concentraties, maar met activiteiten. En dat betekent dat een deel van het water namelijk om een ion zit, het een deel weer afschermt. Daar zitten dus allerlei relaties tussen, theoretische relaties, hoe je van een activiteit kan berekenen op basis van die concentraties die je dan gemeten hebt. Voor twee waarden, dan hebben we het over 90%, 95% is dan meestal de gamma-waarde die wij in natuurlijke waters vinden. We werken nog eens met alumen. Ik ga even een voorbeeldje tussendoor. Er zitten dan 18 molecuultjes kristalwater omheen. Bedoel je dat? Nee. Dat bedoel je niet. Kristalwater is feitelijk een solid versie, ja. Waarin als ook in het kristalwater is ingebouwd, dan is dat de solid fase. Om weer even diezelfde basisflow te zien, die we dus net al hadden, is iets meer in detail. Dat leg ik even uit om straks te laten zien, omdat je in die free code daar zit. Die input data, die heeft namelijk eigenlijk alweer twee elementen die voor de output van belang zijn. Er zitten wat statements in. Want de output van Freak, die zijn er eigenlijk in twee rapporten van. Dat is de volledige zooi van alles wat hij in wezen berekend heeft. Dat zullen we later wel zien, dat is een gigantische partij, onleesbaar. Nou, het is wel leesbaar, maar het is een ratje toe van... het is een beetje een boekhoudpakket, die produceert ook altijd geweldig veel tabellen. Maar dat wil je niet weten, je wil daar de samenvatting van weten. En dat doe je dan in een tabelvorm, feitelijk een abstract is van alle getallen die er anders zijn. Dus je regelt eigenlijk twee output flows, de volledige outputlijn en de dingen waar je geïnteresseerd bent. En waar je geïnteresseerd bent, dat kun je dus hiermee definiëren. Geef mij specifiek nog even in de vorm van een tabel deze gegevens. En de default is dat hij dit geeft en dit moet je even apart opvragen. Dat krijg ik wel nog gezien. Freak kent eigenlijk overal de evenwichten op, dat is de basisessentie. Maar met evenwichten kun je ook gewoon kinetiek berekenen, omdat veel kinetische formules, het neerslaan van calciumcarbonaat, het oplossen van calciumcarbonaat of organische stof, dit soort kinetische vergelijkingen, dan zie je dat de snelheid van die kinetiek afhankelijk is weer van chemische componenten die daarin zitten. Nou, op het moment dat je die formules een keer hebt vastgelegd, dan kun je dus op de snelheid neerleggen hoe snel slaat calciumcarbonaat neer en hoe snel wordt organische stof omgezet. Oftewel, wordt zuurstof verbruikt in de bodem of een andere omgeving. En daar heeft hij maar een beperkt aantal kinetische formules out of the box van. En wat doet iedereen? Iedereen doet in zijn research, bepaalt eigenlijk voor zijn specifieke toepassing, wat zijn hier de kinetische formules. En dit is dus eigenlijk waarom wij er in de TU geïnteresseerd in zijn. Omdat wij onze promovendi en afstuderen feitelijk laten werken naar de kinetiek, zoeken naar de kinetiek van al deze watergebieden. En dan is het goed dat je gewoon een stabiele basis hebt waarin je zegt, nou de chemie zit er zo danig in elkaar, ik heb hier alles beschikbaar. Dus nu kan ik dat traceren afhankelijk van een stabiele basis. En niet onze eigen vereenvoudigde formuletjes van wat we denken hoeveel sulfaat er wel in zou kunnen zitten. Want dan gaat iemand uitleggen, ja maar die sulfaat zit helemaal niet zo aanwezig. Nou, dat is een beetje de essentie daarvan.